Het station. Op het eerste gezicht een weinig interessante omgeving. Inchecken, vertraging checken. Oh, valt mee. Instappen en je bent alweer weg. Maar bij sommige stations zie je dat er nog herinneringen aan een glorieus verleden zijn. Spoorwegstations zijn namelijk jarenlang een van de belangrijkste gebouwen van een dorp of stad geweest. In tijden zonder auto's, telefoons, internet en zelfs tv was het station vaak de poort naar de wereld. In 1839 reed de eerste trein van Nederland tussen de twee eerste stations, Amsterdam en Haarlem. Het eerste station van Amsterdam lag op de plek waar later de Westergasfabriek werd gebouwd. In Haarlem lag het station aan het uiteinde van de huidige stationsweg. Het station was een simpel laag gebouw met weinig bijzonderheden. De spoorwegen stonden immers nog in hun kinderschoenen. Een simpel houten perron zorgde ervoor dat de reizigers wisten waar ze in de weinig comfortabele trein moesten instappen. Ook aan de andere kant van de spoorlijn, in Amsterdam, was een dergelijk stationnetje te vinden. De 100-roe genaamd. Dit stationnetje is nagebouwd en te bezoeken in het Spoorwegmuseum in Utrecht. In 1889 werd het nieuwe station Amsterdam Centraal geopend. Een ontwerp van Pierre Cuypers, die ook het Rijksmuseum heeft ontworpen. In die tijd waren stations al gegroeid tot een plek waar veel meer gebeurde dan een locatie waar treinen stopten. Stations werden de schakels die steden verbinden, ontmoetingspunten van mensen en culturen en de startpunten van avonturen. In de 19e eeuw, tijdens de opkomst van de spoorwegen, waren stations letterlijk de poorten naar de wereld. Ze boden toegang tot verre steden en zelfs andere landen. Iets wat voor de mensen van die tijd ondenkbaar was. Ook de post ging via het station. Er werden goederen uit het dorp of de stad via het station verzonden. Je ging er naar de kapper, het telegraafkantoor en er zat vaak een restaurant. De gebouwen werden het visitekaartje van de spoorwegen en moesten daarom majestueuze spoorwegkathedralen worden. Op tactische plekken werden stations zelfs voorzien van koninklijke wachtkamers voor wanneer de koninklijke familie per trein op dit station zou komen. En op sommige plekken zijn deze wachtkamers nog steeds achter gesloten deuren te vinden. Zoals hier, in Baarn. En plassementen, de terreinen achter het stationsgebouw, bestonden vaak uit meerdere sporen voor de afwikkeling en rangeerwerkzaamheden van goederentreinen. Ook bevonden zich er waterkolommen en kolenopslagen voor de stoomlocomotieven. Die werden op hun beurt weer onderhouden in lokloodsen. In Roosendaal is nog een imposant voorbeeld van zo'n gebouw te vinden. De seinen en wissels werden bediend vanuit seinhuizen. Door al die bedrijvigheid rond het station ontstonden er nieuwe mogelijkheden voor kleine dorpen om te groeien. Plots was er een mogelijkheid om vanuit dit dorp te reizen naar andere plaatsen. En er konden met deze nieuwe vervoersvorm goederen vervoerd worden. De wereld werd een stuk toegankelijker. Ook steden konden op deze manier flink groeien. Zo zag je in de stedelijke ontwikkeling dat aan de voorzijde van het station het centrum van de stad groeide. En er werden vaak hotels aan het stationsplein gebouwd. Aan de achterzijde groeiden de fabrieken en de industrieën. In de 19e en vroege 20e eeuw waren neoclassicistische en renaissance stijlen populair. Stations zoals Den Haag, Holland Spoor en Haarlem stralen een gevoel van elegantie en orde uit met hun symmetrische gevels, zuilen en rijke decoraties. Deze ontwerpen benadrukten het belang en de betrouwbaarheid van de spoorwegen als nieuwe transportvorm. Veelal waren de stationsgebouwen in dezelfde vorm opgebouwd. Een hoog middendeel waar op de begane grond de loketten en de wachtruimte te vinden waren. En op de eerste verdieping de woning van de stationschef. Dan waren er twee lagere zijvleugels te vinden met vaak aan de ene zijde lokalen voor de goederen en het personeel. En in de andere vleugel wachtkamers die onderverdeeld waren in klassen en een restauratie.
Die stationswachterswoningen worden al vele jaren niet meer gebruikt. Toch zijn ze in sommige gebouwen nog wel te vinden. Al vele jaren komt er niemand meer op deze verdiepingen. Zoals hier in Geldermalsen. Of in Middelburg. In de jaren 60 van de 19e eeuw was er een enorme groei aan spoorlijnen en stations. Zo ontstond er behoefte aan een standaard stationsgebouw, zodat er niet voor iedere plaats een compleet nieuw ontwerp gemaakt hoefde te worden. Daarmee moest er ook een uniforme uitstraling ontstaan voor de spoorwegen. Deze gebouwen werden door Rijkswaterstaat ontworpen en kregen zo de naam Waterstaatstations. Deze ontwerpen werden in klassen onderverdeeld. Het grootste model van de Waterstaatstations was voor de middelgrote steden en was daarom de eerste klasse. Er zijn maar twee van dergelijke stations gebouwd. Zwolle en Dordrecht. In de tweede klasse is er ooit maar één gebouwd. In Zutphen. Maar dit is in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Het derde klasse stationsgebouw van de staatsspoorwegen bestond uit een langwerpig gebouw met middenresaliet van twee verdiepingen. Vensters op de begaande grond waren vaak voorzien van rondbogen. De stations van Middelburg en van Leeuwarden zijn hier goede voorbeelden van. Er was ook een vierde klasse voor weer net wat kleinere plaatsen. Denk aan Delden, Oosterwijk of Wolvenga. Dit betroffen rechthoekige gebouwen van twee verdiepingen. De zijgevels en het middendeel hadden puntgevels en in het middendeel zaten meestal drie rondboogvensters. Ten slotte hadden de staatsspoorwegen de vijfde klasse. Er zijn 38 van deze stationsgebouwen gebouwd. Het bestond uit een middendeel met twee korte vleugels. De meeste van deze gebouwen zijn rond 1915 vergroot door het middendeel te verhogen en lage zijvleugels aan te bouwen. Hoewel het idee van de klasse en de uniforme uitstraling duidelijk is, zaten er toch ook nog vaak kleine verschillen in. Desondanks kun je vaak nog steeds aan de vormen herkennen dat iets een stationsgebouw is of is geweest. Vandaag de dag zien onze stations er heel anders uit. De seinhuizen zijn grotendeels vervangen door geautomatiseerde systemen en moderne verkeersleidingscentra. De lokloodsen zijn vaak verplaatst naar industrieterreinen of vervangen door moderne onderhoudsfaciliteiten. De stationsrestauraties hebben plaatsgemaakt voor een breed scala aan eet- en drinkgelegenheden, van snelle broodjeszaken tot de snackmuren. Moderne stations zijn uitgegroeid tot levendige hubs van activiteit. Ze bieden niet alleen reisfaciliteiten, maar ook winkels, supermarkten, fietsenstallingen en zelfs kunstgalerijen. De stations van vandaag zijn ontworpen met de reiziger in gedachten. Met een focus op comfort, gemak en connectiviteit. Dus waarom zijn stations nog steeds zo interessant? Ze zijn een spiegel van onze samenleving en haar veranderingen. Ze vertellen verhalen van vooruitgang en innovatie, van ontmoetingen en afscheid. Ze blijven de plekken waar onze reizen beginnen en eindigen en waar de wereld binnen handbereik ligt. De komende weken duiken we in de historie van verschillende treinstations. Van welk station zou jij meer willen weten? Volgende week beginnen we met het station van Amsterdam Centraal. Abonneer je dus op dit kanaal om geen station over te slaan.